Yo kijkers van Dagelijks Leuk Gamen en tof dat jullie kijken naar deze allereerste video die ik maak op Dagelijks Leuk Gamen. Tenminste de allereerste video in 2018 waarschijnlijk. Dus gaan we vandaag F1 2018 opnemen en spelen en doen. Ik ga nu mijn karakter maken voor F1 2018. Dus kijk lekker gezellig mee. En waarschijnlijk scroll ik hier echt best wel aardig, best wel snel doorheen. Ik moet even kijken welk poppetje ik kies. Ik kies gewoon deze. Ladadada, een helmet. Ja, daar moet je ook wel even goed naar kijken. Wat zijn nou coole helmets? Ik vond deze erg vet. Die nemen we dan ook zeker weten mee. En dan gaan we nu kijken, waar is de Nederlandse vlag? Die is hier. Welk nummer kiezen we? Alonso is gestopt, maar we kunnen zijn nummer niet kiezen in dit spel, omdat hij er nog in zit. Dus wij moeten een nummer kiezen. En ik kies denk ik lekker nummer 55 size, nummer 66. Dat is wel een raar nummer, maar het klinkt wel vet. Nummer 66, ja het is een leuk nummer. Of 1990. Means double luck. Want nummer 1 kan je niet kiezen. Dat is jammer. Ja, je kan 13 doen of 14 doen. Of 25, 22 kunnen we ook doen. Normaal heb ik nummer 14 bij alle dingen, maar nou kan dat niet. Dus ik denk dat ik lekker nummer 4 doe. Omdat ik nummer 14 niet kan nemen en lekker nummer 4 doe. First name doen we gewoon lekker. Kijk, daar heb je dus lekker al dingen staan. Surname, nou dat mag je. R. Kijk. Daar staat hij al. 2. Nou kun je audio name noemen, maar wat wil je dat ik ga heten? Je kan ze allemaal laten horen. Oh, ik dacht dat dat De Jong. Maar ik heb geen De Jong van mijn achternaam. Hier. Herbert. Ik moet verder. Kijken. Parry. Richardson. Robinson. Ik noem hem lekker de rookie. Want je bent eigenlijk een rookie. Want ik begin pas net. Dus ik ga nu mijn team kiezen. En welk team zou ik moeten kiezen volgens jullie? Ik wil eigenlijk een Saubertje doen. Dat lijkt me wel echt vet. Maar hier heb je al McLaren. Lijkt me ook leuk. Of Force India lijkt me. Maar ik wil niet al uit deze vier kiezen. Dus het ongeveer gelijk. En ik denk dat voor Sauber ga. Dat is wat ik ga doen. Of ik ga lekker voor McLaren. Ik ga lekker voor McLaren. En mijn teammate is Fernando Alonso natuurlijk. We hebben full practice. One shot qualifying. We doen full qualifying. Dat vind ik wel leuk. En doen we lekker 5 laps of the race. En jullie zien het al. Ho, wat gebeurt er? Hij gaat lekker naar hard. Dit is expert, maar ik ben geen expert. Dus we houden hem lekker op 70. Dus difficulty very moeilijk. Ik ben helemaal niet zo goed in Formule 1. Dus we doen het zo. Tenminste, ik heb geen stuur. En dat is een beetje het kutte. Als je geen stuur hebt, kan je niks doen. En jongens, daar zijn we weer. Bij de race. We gaan vandaag in Melbourne racen. In de regen. En ik heb me in... de kwalificatie niet zo heel best gedragen. What the fuck, een Ferrari daar. Oké, dit is nog leuker dan ik had verwacht. We rijden in de regen, dus ik ga mijn auto, kan ik ook niks meer aan veranderen. Ik kan hem iets meer voorvleugel, downforce geven, maar ik ga kijken hoe dit wordt. Als we uitvallen, vallen we uit, dus dan is het een kortere race dan normaal. Maar we gaan beginnen jongens, want ik heb er zin in. De
start voor mij is niet zo heel best. Ik zie bijna niks. Ik heb spray. Dat hebben ze mooi gemaakt, want ik zie echt niks. Oh, en dit doe ik heel mooi. En dit, oh! Oké, we zitten in de top 10, jongens. Dus, there we go. Dit is mijn aspect van de race. We rijden 5e plek. We rijden in spray, maar we zijn Hollands. Dus wij kunnen in de regen iets meer optimaliseren. Wat een inhaalactie weer. Van de Nederlander. We rijden achter Max Verstappen, de andere Nederlander. Maar dit is wel erg lekker. Om zo te beginnen. Je ziet het, de graphics zijn wel on point voor mijn doen. Ik weet niet hoe de video eruit ziet. We halen Max in. We halen Max in. En we rijden 5e. Gewoon een beetje, hoe zeg ik dat? Divebommen, noem ik het. We rijden intussen al gewoon echt lekker weg. Van de 12e plek volgens mij naar de Ricciardo staat 4e en Raikkonen staat 3e. Volgens mij rijdt, ik kan het niet zien, ho, daar gingen we al bijna. Rijdt Hamilton 1e en Bottas 2e. Dat is het geval denk ik, want ik heb Vettel ingehaald. En dan zit er toch een Sainz achter mijn lip te hijgen en die doet dat mij inhalen. Max wil hetzelfde doen, maar daar gaan we niet voor. We gaan hem terugpakken. Als hij even normaal kan rijden, die Carlos Sainz, dan had hij mij daar gewoon langs kunnen laten. Maar je ziet het, gelijk actie dat ik denk dat dat niet zo slim voor mij was geweest. Dat we deze race wel uit kunnen rijden met qua benzine wat ik heb, zo te zien niet. Maar we gaan kijken. We rijden 6e. De Spanjaard zit voor ons. Die willen we natuurlijk wel heel graag inhalen. Dus we gaan kijken hoe we dat gaan doen. Je ziet hem allemaal like knopjes drukken. Ja, ik wil dat dingetje uit beeld hebben. Okay, kom op. Moet je exit hier pakken. Carlos Sainz heeft moeite met de grip weg te komen. Ik minder. Wat? Oké. Okay. Soms bukt het spel, merk ik nu, want ik ging over de curbs en ik gleed weg. Die Carlos Sainz had dat niet, dus ik weet dezelfde lijn als Carlos Sainz nu niet, nu rijd ik iets andere lijn. Dat noem ik Julian zijn racelijn. Die groene is de officiële racelijn, daar wijken we niet vanaf zoals je kan zien, alleen als je gaan inhalen. Maar ik ben op sommige dingen wel even geconcentreerd, zoals deze paar bochten is goed. Concentreren, want hier glijdt het meest snel weg. Dus je ziet, ik moet het misschien gewoon laten rollen dan. En dat deed ik nu goed, ik kwam goed weg. We rijden op inters. Dat zijn de regenbanden. En sommige misschien zelfs wets. Maar dat weet ik niet. Hulkenberg zit achter ons. We stappen, Hulkenberg. Oké, dit is King. Advantage voor die twee. Ik hoop dat Max Hulkenberg je inhaalt. Lewis Hamilton, die staat op kop. Denk ik, die heeft de snelste race onder neergezet. Ik kan het nu allemaal even niet zien. Ja, denk ik. Twee Mercedes, ja. Ik probeer die Sainz wel in te halen, maar jongens, vergeef het als het niet lukt. Je wordt 5e, je start op de 12e plek. Dus je doet het vrij netjes. Ja. Nu ik toch even de herhaling van de start erin kan gooien, is toch wel fijn om dat te zien. De herhaling van de start komt er nu in. Je ziet het, ik rijd op zich goed weg. Ik kies een goede kant, dat ik toch wel iets over het gras. Maar ja, ik had daar geen ruimte. Maar ik kies ervoor om toch wel de divebommen. En ja, dat gaat goed. En dan zien jullie verder wel dat ik Hulkenberg en Max inhaal en dat ik Hulkenberg aantik. Dat is ook niet zo netjes voor mij, maar je ziet het, de wedstrijdleiding geeft er niks voor, dus we kunnen gewoon door gaan rijden. Nu ben ik bezig met Carlos Sainz, dus weer back in de zit machine. En ik zag dus echt helemaal niks vanwege de start, dus dit verbaast mij ook hoe goed de start is gelukt. Ja. Nou, we zijn weer hier in rondje 3, een beetje aan het einde van rondje 3 al. We hebben 5 rondes, anders wordt de video een beetje te lang. En dat wil ik voor John, want dan heeft hij geen kijkers. Als je video moet tussen de 15 gemiddeld, 15 minuten gemiddeld. En
van Formule 1 termen is 1.38 in de regen echt wel heel snel. Ja, maar ja, vorig jaar reed ik 1.40 in de regen. Oh, nou raak ik ook 1.40. Maar dat was volgens mij ook met de McLaren. Ja. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij wel. Er zat er nog geen halo op de auto. We blijven bij Carlos in de buurt. Wie ziet al, ik kan eigenlijk weinig doen. Carlos heeft een iets betere Renault motor. Hij rijdt ook in de echte Renault, maar hij heeft een betere motor in de Renault zitten. McLaren gebruikt ook een motor van de Renault. Ja, Formule 1 seizoen is afgelopen natuurlijk. Abu Dhabi is geweest en Max werd daar derde, is vierde geworden in de championship. Heeft hij keurig gedaan. Gaat steeds een stapje hoger. Ik denk dat hij volgend jaar wel eens kans maakt op de wereldtitel. Maar ik ga niet door een oranje bril kijken. Nee, je rijdt in een oranje auto. Nee, maar even serieus. Ik kijk niet echt door een oranje bril. Ik ga er nog zelfs vanuit. Zo, wat gebeurde daar dan, joh? Jezus, Hulkenberg. Wat een gek, joh. Echt. Ik ben mijn voorvleugel kwijt. Ik ben downforce kwijt. Ik ga deze race maar uitzien te rijden. Want downforce kwijt is helemaal niet fijn. Vooral met de regen niet. Jezus, Hulkenberg. Wat agressiviteit, jongens. Ik had die actie nu even in beeld zien. Wat er gebeurde. Smijn Hulkenberg. Je ziet het, Hulkenberg raakt mij volledig van de achterkant. Ik zie hem niet eens in mijn spiegels komen. En ja, dat is heel vervelend. Ik kan daar ook niks aan doen. En hij wel. Hij die niet op tijd remt en mijn voorvleugel lekker aan de praktijk. Gedaan, Hulkenberg. Thank you. Hulkenberg, die overigens een Duitser is en die een beetje Nederlands spreekt. Dat is wel respect. Maar deze actie is een beetje stom. Nico? Verstappen zit nu achter ons, dus ik hoop dat we voor Verstappen kunnen gaan finishen, want ik vind deze baan in de regen, vind ik maar niks. En dat is met Bahrein hetzelfde. Bahrein is voor mij een stukje moeilijker, maar dat is de volgende race. Ik denk dat we nu in een soort chicane uitkomen en dan gaan we de volgende chicane ook weer in. Dit is de volgende chicane. Dan gaan we bocht naar rechts en dan ga je bocht naar links en dan ga je weer vol op het gas. En dan lift je eigenlijk bijna. In Spanje heb je bochten, daar hoef je niet te liften en dat is wat je hoeft. Omdat ze nou die auto's hebben betere wielen en dan ga je weer over het gras heen, dat is niet de bedoeling. Ik denk dat ik een auto aan. Je ziet het onder rechts onder in beeld, zie je mijn snelheid, zie je mijn... Dat ik nu eens 3 rij en nu ga ik eens 4, dan ga ik eens 5 en hier rem je weer een beetje bij. Nou, we gaan nu naar het einde van het deel van de race. Ik wil jullie alvast bedanken voor het kijken. Doe een like. Abonneer natuurlijk op Dagelijks Leuk Gamen. Abonneer op mijn kanaal natuurlijk. En dan zie ik jullie bij de volgende race, jongens. Later. Stuff from Mercedes today. That's another historic win. And Anthony Davidson giving you the winner, Lewis Hamilton, jongens. Ik praat nog even verder. Je ziet het, ze zijn blij, het team is blij van Mercedes, knap gedaan. Was a huge advantage today. Max is achtste geworden. About. Welcome then to the podium, our top three drivers. What a Bottas tweede, wat ik je zei, Raikkonen derde. Zo klopt het wel een beetje, jongens. Alleen dat zou Vettel moeten zijn in plaats van Raikkonen. Gefeliciteerd Lewis Hamilton en de rest. Nu kijken jullie naar Led Champagne. And now let's take a look at the driver standings.
Lewis Hamilton takes the lead of the drivers' overigens, jongens, Lewis Hamilton de eerste, Valtteri Bottas tweede en Kimi Räikkönen de derde. Daniel Ricciardo is vierde geworden uiteindelijk, vijfde Carlos Sainz, zesde Nico Hülkenberg en zevende Yuki Tsunoda. Dat ben ik dus. En achtste Max en negende Romain Grosjean en Vettel, jongens, is tiende geworden. Wat een slechte race van de Ferrari. Maar ja, ik zie jullie weer terug bij de volgende video. Het rieteltje, rieteltje. Doe een like, abonneer en later.